coup de pied, plié, push, et stretch, side, in, up, in, up, and down. Dat was een balletles. En die bouwt zich op doordat je aan de balletbar begint met oefeningen. En daarin zit ook een hele duidelijke opbouw in de oefeningen zelf. Dus je begint altijd met een plié oefening en daarna naar een tendu, een jeté. En eigenlijk ga je fysiek steeds verder qua lange lijnen en strekkingen en buigingen. En dan eindig je met een grand mouvement aan het eind. En dan hebben ze even tijd om te stretchen. En dan komt het center gebeuren. Dus wat je dan in het midden gaat doen. En daar zit dan ook weer een opbouw in. Dus dan begin je ook weer eerst wat minimaler met een tendu oefening. En dan met een jeté en een grand mouvement. En dan een adagio. En dan bouwt het zich op naar uiteindelijk springen. En dan een hele grote sprong, een gran allegro. En dat is dan het eind. Ik ben Martine van Santen en ik heb het bedrijf Dance & Art in Bogota gevestigd. En dat is een dansstudio voor net afgestudeerde dansers. Die eigenlijk nog een brug moeten slaan tussen hun studieleven als danser en het professioneel werkveld. Ik ben zelf afgestudeerd danser en choreograaf in moderne dans en in klassiek. En eerst zelf als freelancer gewerkt, als choreograaf, als docent. En op een gegeven moment in Engeland weer terechtgekomen bij New English Contemporary Ballet. Dat was eigenlijk mijn laatste baan waar ik nog bij een gezelschap heb gewerkt voordat ik een masteropleiding ben gaan doen en uiteindelijk mijn eigen bedrijf ben gestart. En dat was eigenlijk het idee dat ik iets heel anders zou doen. Ik wilde helemaal de managementkant op in kunst. En me bezighouden met de programmering in theaters. Dat was eigenlijk mijn idee. Maar tegelijkertijd werkte ik op dat moment op een cluster 4 school en in jeugdgevangenissen. Dat vond ik veel interessanter dan de hele managementkant eigenlijk van de opleiding. En toen ben ik een beetje mijn focus gaan veranderen. We hebben een live auditie en een online auditie. De live auditie die vindt plaats tijdens een evenement in Rome. Nou ja, dan kan je als danser zijnde je ook meteen oriënteren op meerdere plekken. En de rest van het jaar kan je een video auditie insturen. En dan hebben ze een aanmeldingsformulier en een motivatiebrief. En dan op basis daarvan wordt er een selectie gemaakt. Eigenlijk is het hele jaar erop gericht dat ze ofwel een baan krijgen in de danssector, of er ook eigenlijk ook achterkomen van, wat wil ik nou? Ze beginnen hier om 10 uur en ze eindigen om 5:30, 6. Nu in deze periode liggen de voorstellingen natuurlijk stil, maar als die er wel zijn, dan starten we soms al om 9:30 en trek ik het door tot 6:00 of 6:30. In de laatste 3 maanden van het seizoen dan zorg ik meestal dat er gastchoreografen komen die fulltime met hun bezig zijn. Ik was op zoek naar een voorstellingslocatie en toen zag ik eigenlijk de ruimte waar ik nu zat. En toen dacht ik, oh, dit is wel een ideale studioruimte. En dan zit je met meerdere kunstenaars, dus dan kan je ook heel makkelijk samenwerkingen aangaan. Uiteindelijk bleef het maar in mijn hoofd zitten van, goh, het zou toch wel waanzinnig zijn als ik daar zou kunnen zitten. Dus uiteindelijk heb ik dat toch doorgezet. En zijn we de ruimte gaan huren. En het bevalt zeker, ja, absoluut.